Dat lijkt me nou echt niet leuk. Meen je dat nou? Dat is hartstikke leuk, joh. Elke dag kedenken. Hallo, jij gaat naar een nieuwe podcast. We zijn vandaag bij de Small Spoor Bouwdingdagen. Nee, modeldagen. Modeldagen. En we gaan kijken wat we vandaag hier kunnen doen. Nou, hij pakt mijn zin af. Ik deed dat. Daar gaan de Joden. We gaan tampie zoeken. Stel jij de eerste vraag? Nee, eerst tampie zoeken. Dat is een oerzij. Wow, een klok. Er staan klokken, maar er staat niet hoe laat het is. Oh nee, verschillende manometers. Volgens mij blijft dit toch echt handiger. Ja, denk ik wel. Bereid, ze komen er die man daar. Van de achterlangs, mag dat? Nou, richting Auschwitz. Bestemming bereikt. Ik kan zelfs drugs kopen. Gewoon een ander woord voor wiet. Zijn we nog op tijd voor de trein? U bent altijd op tijd voor de trein, want we gaan iedere uur. Hallo. Waar zijn we op dit moment en wat doen we hier? We zijn hier in Valkenburg op de modelspoorbeurs. Wat vindt u nou hier nou zo leuk aan? Het is gaal, het rijden zelf. Heeft u het naar uw zin hier? Oh, dit is heerlijk hier. Ja, alles lekker aansturen. Ja, zelf rijden. Rennen! Ga je als een speer. Naar de trein. Personeel. Maar deze trein is van u die hier achter staat? Nee, die is niet van mij, maar die is van het stoomtrein Valkenburgsmeer. Oh, van dit? Van dit. Wat is het mooiste onderdeel van een trein? Het. Wat is het mooiste onderdeel van een trein? Stoomketel. En wat dat is, mag ik die aanwijzen? Oké. Heeft u ook wat met treinen? Ja. Vertel. Ik woon naast de trein. Oftewel naast de spoorlijn. Dat lijkt me nou echt niet leuk. Meen je dat nou? Dat is hartstikke leuk, joh. Elke dag kedenken. Vindt u het mooiste onderdeel van de trein? De locomotief. Het zijn geen trein, dit zijn trams. Dat klopt, het zijn trams. Maar het is een smalspoor evenement hier. En we hebben Japanse trams. En Japanse trams rijden bijna altijd op smalspoor. Kijk, zwart snoep. Lekker. Wat vindt u zo leuk aan treinen? Het allerleukste vind ik om alles eromheen te bouwen. Er zijn mensen die vinden het heel leuk om heel veel met hun trein te rijden. En ik vind het vooral heel leuk om al die dingen te bouwen. De kleine treintjes vind ik het allerleukste. En het leuke is dat je maar heel weinig ruimte nodig hebt om met zo'n heel klein treintje te kunnen rijden. Hallo. Hallo, ik ben Helmut Reinhardt, ik kom uit Duitsland. En heb deze aanlage meegebracht. Ja, hier. Frikandel. Ja, deze vind ik wel mooi. Wat heeft u nou met treinen? Mijn treinen al van kind af aan. Toen ik een jaar of 5 was, had ik al een klein treintje thuis. En dat ging toen ik een jaar of 20 was, had ik een hele grote baan. En thuis heb ik nu inmiddels een hele grote baan met ongeveer 15 kilometer rails in mijn huis liggen. Wat denkt u dat komt na de dood? Zo, dat is een hele andere vraag. Ja. Treinhemel. Ga je met de trein naar de hemel? Ja, natuurlijk. Hoe heet die trein? Ja, dat weet ik nog niet. Ik ben zover nog niet. De hemeltrein, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja. Zie je? Dus het komt goed. Er rijdt een trein naar niemands land. Denkt u dat er komt na de dood? Een trein. Er rijdt een trein naar niemands land. Niet de treinhemel, zegt die je wel heel vaak hoort. Ja, wat er na de dood komt, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik probeer altijd eigenlijk in vandaag te leven. En vandaag probeer ik zo leuk mogelijk voor mezelf, maar ook voor anderen te maken. Kilometerspoor vliegen onder mij door. Kilometerspoor vliegen onder mij door. Kilometerspoor vliegen onder mij door. Weet niemand hoe laat de trein komt? Mevrouw? Mag ik erin? Ja, je mag erin, maar je moet half uur wachten, hè? Ja. Half uur? Half uur. Maar ging 1:30 werd er gezegd. Belachelijk. Tjoek tjoek Polen! Tjoek tjoek Polen! Als eindstation het paradijs. Het kaartje is een enkele reis. Oeh. Die zou ik niet aankomen.
op, rijden, hup, hup. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik lig al. Aaron, ik kom er zo bij liggen. Dit was de podcast van vandaag. We hebben het vandaag onwijs naar ons zin gehad. We zijn in een trein geweest. We hebben die niet ging rijden. We hebben leuke mensen geïnterviewd. Nou, laat een like achter en volg op Instagram. Instagram. Doei! Kilometerspoor vliegen onder mij door. Kilometerspoor vliegen onder mij door. Kilometerspoor vliegen onder mij door.